Als je boekenleggertjes wil maken van je band, dan vind ik de Sumac-steek altijd een mooie steek om je band mee af te werken. Je krijgt dan een randje hier net langs de laatste inslag in de kleur van je inslagdraad. Op die manier werk je je inslagdraad ook mooi weg. Hoe het werkt, ik heb hier mijn laatste inslag onder deze blauwe laag door. En ik heb mijn inslagdraad vrij ruim afgeknipt. Als je eindigt met je inslagdraad boven deze laatste kettingdraad, dan steek je je inslagdraad daar even onderdoor. Vervolgens pak je een cluster draden. En ik vind 4 altijd een mooi resultaat geven. Je steekt van bovenaf in, boven je inslagdraad. Je haalt hem door. En je steekt hem van onderaf terug op de helft van het aantal draden wat je hier als clustertje hebt genomen. Dus in dit geval 2. Je steekt hem terug. Na 2 draden, boven je inslagdraad hier, maar onder de steek die je hier gemaakt hebt. En je haalt hem door. Dan pak je het volgende cluster van 4. Dat zijn de 2 draden die je net al had, plus 2 draden extra. Je steekt hem in. En je haalt hem weer door. Weer 2 draden terug. Hier boven je inslagdraad, maar onder de steek die je gemaakt hebt. En zo ga je door. Ik heb mijn randje bijna af en ik ben bij de laatste steek geëindigd. Die haal ik om de zijkant en haal hem terug door. Wat je vervolgens doet, is je legt je draad er overheen. En je steekt met de speld 1 toer eerder precies tussen de 2 lagen in. Het is even proppen, maar daar kom je wel uit. En je werkt op deze manier je speld in de inslag. Je laat hem er onderaan uitkomen. Ergens in het midden. Je trekt hem aan. En dat steekje valt weg in je rand. En je knipt de draad af. Je wisselt nog 1 keer van laag. Je slaat aan. En zo heb je een heel netjes randje langs je band.